Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. 25-jarige Dayanira IJsde is gisteren doodgeschoten op de Ordonnansaweg. Een andere vrouw raakte bij de schietpartij gewond. Tijdens de schietpartij waren meer dan 8 kinderen aanwezig bij de vrouw. Die waren ook getuigen van de gruweldaad. De Extra schrijft vandaag dat de vrouw is doodgeschoten door haar 46-jarige ex-partner met wie ze samen 3 kinderen had. De man zou de vrouw al langer mishandelen en bedreigen, zo weet de krant. Volgens de Extra moet er ook dringend onderzocht worden waarom de man niet eerder voor de mishandelingen is aangehouden. De politieke partij MAN feliciteert Steven Martina met de beslissing van de rechter. Zoals bekend heeft de rechtbank gisteren geoordeeld dat Steven Martina niet langer hoeft te worden vervolgd. De klacht die de politieke partij Consolidi Nostur hierover had ingediend is afgewezen. Martina trad begin dit jaar af als minister toen bekend werd dat hij een verdachte was in een onderzoek. Nu is volgens de MAN de weg weer open zodat Martina weer een actieve politieke functie kan bekleden. Zijn functie als minister van Economische Ontwikkeling is echter ingenomen door Giselle McWilliam. Het beslag dat de refinerie di Curaçao heeft gelegd op gelden van de Aqualectra, die waren bestemd voor de ISA-raffinaderij, noemt Eugène Ruggenaat, minister-president van Curaçao, niet opportun. Hij zei dat gisteren tijdens een persconferentie waarin Ruggenaat inging op de situatie waarbij de refinerie di Curaçao beslag legde op dat geld. Uiteindelijk vond er een gespannen situatie plaats tussen werknemers van de raffinaderij en refinerie di Curaçao. De regering heeft met alle partijen om tafel gezeten en volgens hem is nu het belangrijkste dat er daadwerkelijk olie binnenkomt en de raffinaderij weer aan het werk kan. Curaçaose man en vrouw die ervan worden verdacht eerder een 17-jarige Nederlandse stagiaire te hebben ontvoerd en mishandeld, worden ook verdacht van andere misdrijven. Zo zouden ze een Venezolaanse dame in de omgeving van Bandabao hebben mishandeld en de auto van de vrouw hebben gestolen. De Extra meldt dat vandaag op basis van bronnen binnen de politie. Curaçaose man en vrouw zitten nog steeds vast en worden verhoord in verband met de mishandeling, ontvoering en poging tot moord op een stagiaire. De raffinaderij is weliswaar oud, maar volgens de Glass Group is er nog heel veel potentieel. Dat zei minister-president Ruggenaat gisteren tijdens de persconferentie. Hij vertelde daar over de onderhandelingen tussen Curaçao en de Glass Group. De internationale onderneming ziet zeker mogelijkheden voor de raffinaderij. En wat dat betreft is Ruggenaat vol vertrouwen over een positieve uitkomst. Hij zegt dat hij rustig in de onderhandelingen staat. Op Sint Maarten is dinsdag oud-minister Christopher Emmanuel gearresteerd. Emmanuel is huidig parlementariër. Hij wordt ervan verdacht als minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur eind 2017 illegaal gronden aan familie en vrienden te hebben gegeven. Ook de voormalige chef van het kabinet van Emmanuel is aangehouden. Officieel worden ze beschuldigd van misbruik van hun functie en valsheid in geschriften of medeplichtigheid hieraan. Meer dan 6 weken na het overlijden van Jorginho Pieter vindt vandaag zijn begrafenis plaats. Pieter overleed in Haiti, waar hij was met het nationale voetbalteam van Curaçao. Pieter was reserve doelman van het team en keeper van Vesta. Voor de begrafenis begint is er ruimte tot condoleren aan de familie. Dat vindt plaats in het World Trade Center. Daarna wordt hij begraven in Santa Maria. Iedereen wordt opgeroepen om tijdens de begrafenis een t-shirt te dragen of te kopen, waarmee geld wordt ingezameld voor de kinderen van Jorginho Pieter. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.